Oké, hier zie je de sulcus. Dan zie je de biceps in. Zie je een klein beetje. Dus dat ziet er goed uit, die biceps. Dan ga ik de supraspinatus scannen. Zie je hier het schouderdak. Hier de AC-gewricht, zie je dat? Ja. Ja. Zie je ook niet echt heel veel vocht of dingen die niet helemaal kloppen. En dan ga ik de infraspinatus nog doen. Hier zie je die ronding van je schouder. Nee, ik zie niet echt heel veel dingen die niet kloppen. Ik ga nu op zoek naar eventuele spanning in de spier. Spieren rondom het schouderblad. Dus infraspinatus hier op het schouderblad. Supraspinatus. Teres minor en major groep. Of ik daar wat spanning vind. Om dat te reduceren, dat het schouderblad wat rustiger komt te liggen, ja? Ja, is goed. Zal ik eerst even de normale kant doen, dan kan ik ook voelen van wat er eigenlijk niet hoort te zitten. Dit voelt gewoon goed aan. Ja, hier voelt niks. Dus de rommel wie is, dan voel ik hier op de supraspinatus. Het voelt oké. Dit voelt ook oké. Ja, voelt niks. En de supraspinatus. Die voelt ook oké aan. Ja. Dan ga ik naar de andere kant. Dus ik ben expres hier begonnen om te kijken van hoe dat. Kijk, dan voel ik hier echt heel veel spanning. Dat is echt omdat dat schouderblad hoger staat. En hij niet in de natuurlijke positie eigenlijk staat. Ja, die voel ik ook, ja. Je voelt hier gewoon echt een knoop zitten. Ik voel hier echt die spanning zitten, hier met supraspinatus. Dan wil ik dadelijk gaan niedelen, ja? Ja, is goed. Ja, vind je dat goed? Ja. Fantastisch, hè? Echt zin in. Kijk de infraspinatus naar. Hier voel je ook wat extra spanning. En de... Ja, hier zit je ook helemaal overspannen. Ben jij ook overspannen? Ja, nu word ik wel overspannen, ja. Dus dat is echt duidelijk punten die ik dadelijk wil gaan meenemen. Ja, en als je dat met een draaienieling doet, zou dat dan daarna een groot verschil kunnen maken? Dat is wel het doel waarom je dat doet. Dus het reduceren van spanning lokaal, plaatselijk. Okay. Ik ga jou niet voor niks met een... Nee. Laat je in deze positie liggen. Ik ga wat olie afnemen. Ja. Alcohol erbij. Zo, dan ga ik nu de supraspinatus aanprikken. Yes. Je had hem al zelf opgezocht, hè? Klopt. Dan zoek je hier het gultje op. Dan ga je overheen. Dan daaronder... Kijk, hier zou je hem misprikken, maar als je hier zit, dan zit je gewoon veilig. Dan ga je dan daar overheen, dan prik je hem naar beneden toe. Zie je, dan kom je hier tegen het bot aan. Voel je dat? Ja. Dus dan kan je ook nooit iets doorboren. Nee. Voel je? Ja. En je voelt echt... Dat was hoog nodig. Ja, dat was nodig. Ja. Ja, je voelde ook gewoon echt die lopende twitches. Dat die echt
Zo, die was wel echt taai. Dan komt de volgende. Yes. En hoe gaat dit? Dit vind ik nog echt meevallen voor wat ik ervan had verwacht. Oké. Okay. Dus ik... deze had ik eigenlijk het ergste verwacht van allemaal. Zo. Voel je daar ook een beetje hetzelfde qua... Nee, hij zaagt hem iets meer vast. Ik voel iets meer spanning. Hier zit hij nog een beetje vast. Oh, ja. Ja? Dat is hem, ja. Ja, nou, ik ben klaar, hè? Ja. Dat is een goed nieuws, hè? Maar je voelde hem echt zwaarder worden. Dus ja, vooral bij die eerste voelde ik me echt zwaarder worden, maar bij die tweede dacht ik, de eerste twee prikken dacht ik van, het valt mee. Maar die valt mee, ja, dat hoor ik ze altijd zeggen. Dan zit ik goed en dan... Nou, we hebben de behandeling gehad. Ik verwachtte tegen te komen wat spanning rondom dat schouderblad. Ja. Dus spieren van de rotatorcuff, supraspinatus, infraspinatus, de tergensgroep, subscapularis. Ik voelde wel wat spanning waar ik dacht dat ik het zou tegenkomen. Supraspinatus, tergensgroep heb ik behandeld eigenlijk met hands-on therapie. En dan vond ik wat spanning. Ik heb het daarna geniedeld. Hoe vond jij de behandeling gaan? Ik vond het, vooral bij het niedelen merkte ik wel echt dat ik bepaalde, dat het zo erg onder spanning zat. Dat het was echt een soort van hele scherpe pijn. Ik merk nu ook dat ik gewoon mijn arm eigenlijk gewoon niet meer kan liften. Dus ik denk dat er gewoon echt zoveel spanning op heeft gezeten voor wekenlang. Dus ik ben in ieder geval erg blij dat het... Maar was dat ook wel de herkenbare pijn die je voelde? Ja. Oké, ik doe een beweging, gaat niet helemaal lekker. Dus daar ben ik altijd naar op zoek van. Dan zitten we echt op de juiste plek. Ja, je zat echt precies met vooral die supraspinatus die je ging prikken dan. Dat was echt de plek waar ik het meest last heb. En ook als ik wat actiever word, is dat de plek die het meest gaat vastzitten. Dus daar voel ik dan echt een soort van verzuring komen. En hieronder, daar waar je dan ging prikken, daar zit echt de meeste pijn ook met dat wat je liet zien met de bewegen natuurlijk. Dat voel ik echt vooral hieronder. Ja, dat is het doel ook van de behandeling, om dat te laten afnemen, het reduceren van de spanning. Ja, wat je verder kan doen, het is al 7 weken geleden natuurlijk. Ja. Ik heb weer wat nieuws gedaan, worden er weer een ontstekingsreactie gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Geef het even rust, vooral vandaag morgen gaan niet te veel activiteiten doen. Activiteiten wat je daarna kan doen is, wat ik zei, voorover, circumductie. Dus rondjes draaien en dan steeds meer rechtop gaan staan natuurlijk. Ik ga nog oefeningen met jou doen als je volgende keer terugkomt, om de actieve stabiliteit van de schouder wat te bevorderen. Ja. Dat die stabiel wordt. En vanuit daar gaan we kijken, opgeleide van pijn, dat we eigenlijk krachtoefeningen, krachtuithoudingsoefeningen voor de schouder kunnen gaan doen. Ja? Ja. Nou, en mobiliteit, mobiliseren van de schouder, dat hou ik in de gaten. Dat hij, vandaag was hij een klein beetje stroef, de bewegingen, de passieve bewegingen. Dus dan gaan we kijken of we daar wat winst in kunnen behalen. En hoe zit het zeg maar met boven de 90 graden beweging? Is het wel de bedoeling dat ik die nu ga rekken? Dus zeg maar dat bijvoorbeeld... gewoon dit veel blijft doen, veel makkelijker. Er zijn oefeningen voor bijvoorbeeld met je hand tegen de muur en het opkrabbelen daarvan. Dat kan je doen. Ja. Om dat al te kijken tot waar is de grens. En dan kan je hem daar houden. Ja. Ja? Ja, oké. Okay. Voor nu zou ik het nog niet adviseren. Je bent net genoemd. Maar de volgende keer ga ik dus die oefeningen met jou doornemen. Het mobiliseren en het zelf mobiliseren. Je hand achter je schouder met een handdoek en dat soort dingetjes. Actieve stabiliteit van je schouderblad. En kijken hoe ver we komen met krachtuithoudingsvermogen. Ja, oké. Okay.
Ja, voor nu rust. Ja, voor nu rust. Ja? En hoe zit het laatste vraag? Ik zit een beetje met, als ik dan die rust even heb genomen en ik voel dit weer, nou, die niedel dat weer een beetje bij is gekomen. Is het dan gewoon ballen vangen en zo? Dat is eigenlijk ook een goede oefening misschien? Nou kijk, je moet eigenlijk luisteren op geleide van pijn. Ja. Kan je dat wat je wil niet doen? Als er pijn komt opzetten tijdens activiteiten, dan is dat echt een no-go. Ja, dan, als je daardoor moet stoppen en de scherpte van de pijn neemt toe, dan is dat niet goed. Nee. Mocht het wel uit te voeren zijn en de pijn, doffe pijn komt daarna, dan kan je zeggen, oké, dit zou wel kunnen. Weet je, ja. Als pijn niet toeneemt daarna, dat je niet meer kan slaan van de pijn, maar als het gewoon op de achtergrond blijft, dan zou het kunnen. Ja. Oké. Nou, je kan wel altijd bellen. Ja, natuurlijk. Is goed. Helemaal goed. Nee, voor nu bedankt en dan zie ik jou deze week. Ja, top. Yes? Thanks. Okay.